Anne Frank-deskundige David Barnau vindt het een slechte zaak dat het Anne Frank-fonds in Basel, die de auteursrechten bezit, de uitgaven van de Amsterdamse Anne Frank-stichting loopt te frustreren. De twee instellingen staan al jaren op slechte voet met elkaar nadat het fonds de Anne Frank-archieven terugeiste van de stichting. Het is te gênant voor woorden dat hier echt heel, heel hard geknokt wordt. Maar zoals ik zeg, het gaat echt om geld. Ik bedoel, er komt natuurlijk ongelooflijk veel geld binnen daar elk jaar. Van al die copyrights, van de miljoenen boeken die verkocht worden. Als dat afgelopen is, dan ja, wat heeft het fonds dan nog aan middelen? Volgens het Anne Frank Fonds in Basel is Otto Frank, de vader van Anne, co-auteur van het Achterhuis, omdat hij het dagboek samenstelde uit de eerste versie en de door Anne herschreven tweede versie. Onzin vinden Barnau en de Anne Frank Stichting. Hij heeft wel keuzes gemaakt, maar hij heeft niet zelf geschreven. En dat is echt een heel belangrijk onderscheid tussen het schuiven van teksten. En toen in 1986 de wetenschappelijke uitgave van het dagboek op de markt is gekomen, daar kunnen mensen zelf zien wat Anne Frank heeft gedaan en wat Otto Frank heeft gedaan. Otto Frank heeft niet geschreven, hij is geen co-auteur. In 1982 liet het fonds in Basel ook al een nieuwe uitgave van het Achterhuis maken, met als co-auteur Mirjam Pressler. Omdat die nu nog leeft, zouden de auteursrechten dan naar 2050 opnieuw verlengd kunnen worden. Het oprekken van de auteursrechten met co-auteurs brengt de authenticiteit van het boek in gevaar, stelt Barnau. Nou, dan is dat een glijdende schaal natuurlijk. Van wat heeft die Anne dan eigenlijk gedaan? Misschien ja, een paar stukjes opgeschreven, maar Otto heeft het afgemaakt. Eigenlijk is hij geen co-auteur, maar de echte auteur. En Anne is co-auteur. Ik bedoel, die kant gaat natuurlijk uit. De Anne Frank Stichting wilde niet voor camera reageren, maar schrijft in een reactie nog niet te weten wanneer en hoe hun publicatie zal verschijnen.